Hi mijn beauties, ik ben Ilona van het kanaal Be Ilona en vandaag heb ik uiteraard weer een heel leuk filmpje voor jou in gedachten. Namelijk, hoe kan je milieubewust met jouw skincare routine omgaan? We horen het vaak, mensen willen meer en meer milieubewust zijn. We kopen vaak biologische voeding in de supermarkt. We kijken ook heel aandachtig naar welke kleding we kopen, dat het echt ecologisch en biologisch gemaakt wordt. Maar wat veel mensen vergeten is dat je ook met je skincare heel ecologisch en milieubewust kan omgaan. En daarom maak ik dit filmpje om ons een beetje bewust te maken van de opties die er allemaal zijn. Te starten reinig ik bijvoorbeeld altijd mijn huid met een micellair water of een demaquillant. Het merk maakt eigenlijk niet zoveel uit, maar wat ik wel heel belangrijk vind is dat het grote flacons zijn. Dat is iets dat je elke dag, elke ochtend en avond gebruikt. Dus dat heb je echt heel veel nodig. En als je dan van die heel kleine ontschminkers hebt, dan vind ik dat zo zonde van al die plastic dat daarin steekt en dat je eigenlijk na 2-3 weken terug een nieuwe moet kopen, weer nieuwe plastic dat je eigenlijk aanschaft, is echt niet nodig. Dus daarvoor heb ik nu bijvoorbeeld de Eau Micellaire van Biotherm. Dat is een reiniger en een demaquillant in één product. Dus hij gaat make-up verwijderen en je huid proper maken. Maar wat ik belangrijk vind is, het is een 400 milliliter. Dus dat vind ik echt, ja, gewoon, je hebt dat toch dagelijks nodig. Aarzel dan zeker niet om gewoon grote flacons aan te schaffen. Het volgende productje dat ik aan mijn skincare routine heb toegevoegd om het feit dat het zo zuinig en milieubewust werkt, is eigenlijk een lotion, namelijk van Filorga. Dat is de NCTF lotion. Een lotion gebruik je na je reiniging om de poriën goed af te sluiten en ervoor te zorgen dat alle producten die je nadien aanbrengt beter worden opgenomen. Maar wat ik jammer vind, is dat je bij veel lotions echt zo een heel deel van de lotion op een watje moet doen, dan nog met een watje gaan invrijven. Dat is gewoon zo'n verspilling en daarvoor heb ik dan deze genomen. Waarom? Het fijne aan deze lotion vind ik, die doe je gewoon op je hand. 3 druppeltjes, max. Je masseert het even in, je brengt het aan met je handen en je bent klaar. Dus geen watjes nodig en ook geen abnormaal grote massa lotion om je watje vochtig te krijgen. Daarvoor gebruik ik dus deze Filorga lotion, omdat hij op die manier echt wel heel ecologisch gezind is. Dan mijn dagverzorging dat ik momenteel aan het gebruiken ben, omdat ik in zo'n milieubewuste fase zit, is de Collistar Natura verzorging. Waarom deze? Natura, de naam zegt het zelf, hij is goed voor de natuur. Ik kan dat natuurlijk wel zeggen, maar is dat ook zo? Ja, dat is zo, want in deze crème zitten 95% natuurlijke bestanddelen. Dat wil dus zeggen dat ze geen chemische of synthetische moleculen moeten gaan namaken om in die crème te steken voordat hij werkt. Het is echt puur natuur wat hierin steekt, buiten de 5% nadat. En wat ik ook belangrijk vind, het is een glazen verpakking, geen plastic. Dus eigenlijk, als mijn potje leeg is, moet ik mij geen zorgen maken over de verpakking. Ik doe het gewoon naar de glasbak en ik ben ervan overtuigd dat mijn potje een tweede leven gaat krijgen. Ja, dan heb ik als oogcrème de Clinique Pepstart oogcrème dat ik nu aan het gebruiken ben. Ik denk niet dat deze echt specifiek milieubewust is, maar hij werkt gewoon supergoed, dus daarom blijft deze wel in mijn skincare routine steken. Verder heb ik ook nog aan andere dingen gedacht om echt milieubewust om te gaan met het leven, zullen we maar zeggen. Dat is bijvoorbeeld een masker. Ik ben echt een maskertjesfreak. Ik gebruik heel veel Clem Glow maskertjes of sheet masks of dergelijke. Maar nu heb ik onlangs het Origins masker ontdekt op een event waar ik aanwezig was, waar ik op was uitgenodigd. En zij wisten mij te vertellen dat Origins eigenlijk alles produceert op hernieuwbare energie. Vond ik echt supergoed klinken. Maar ook als je bijvoorbeeld dit masker gaat kopen, dat gaat niet nog eens in een kartonnen verpakking zitten, omdat ze echt de packaging op een minimum willen houden om het milieuvriendelijk te houden. En de plastic dat je hier ziet is ook gerecycleerde plastic. Dus dat kan ook gewoon niet misgaan. Gewoon om die feiten met die hernieuwbare energie en zo, vond ik deze ook echt wel een toppertje. Dan het laatste product waar ik echt wel verbaasd van was, dus wat ik je zeker wil laten zien, is een milieubewuste zonnecrème. Het zonneseizoen komt er weer aan, dat is gewoon zo. Maar Biotherm heeft de Water Lover Sun Milk gecreëerd. En dat is eigenlijk een zonnecrème dat als je die aandoet, vaak zonnecrèmes, als je in een zwembad springt, je ziet zo die waas op het water
drijven van eigenlijk al de producten die op je lichaam zaten. En met deze heb je dat niet. Deze zonnecrème is ecologisch afbreekbaar. Dus als je daarmee in de zee gaat zwemmen, beschadig je eigenlijk die mooie fauna en flora van de zee niet. Blijven de visjes leven, gaan ze niet ineens vergiftigd worden door je zonnecrème. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel belangrijk, omdat ik heel graag ga snorkelen met mijn vriend. En dan zie je heel mooie riffen en vaak zijn die al aangetast. Dus ik wil zeker niet dat het door mij komt. En daarom heb ik mij die Water Lover Sunmilk van Biotherm aangeschaft. Wat ook heel belangrijk is, deze kan je zowel op het gezicht als op het lichaam gaan gebruiken. Dus vaak bij zonnemelken moet je twee aparte kopen. Eén voor het gezicht, één voor het lichaam. Er zijn weer twee plastic flessen. Deze is een 2-in-1, dus weer al minder plastic op deze aarde. Zo, dat was het dan. Je bent misschien een beetje verschoten van alle dingen die ik doe om milieubewust te zijn. En natuurlijk, soms pak ik nog eens een maskertje of iets anders dat niet echt volledig milieubewust is. Maar als we allemaal een klein beetje ons steentje bijdragen, dan wordt de aarde echt wel een betere wereld en een mooiere natuur. Vond je dit filmpje leuk om naar te kijken? Twijfel zeker niet. Laat gewoon een duimpje achter. Show me some love. Wat vond jij het leukste milieubewuste productje dat ik jou heb laten zien? Laat het mij weten in de comments hier onderaan het filmpje. En je weet het, abonneren hier op YouTube is nog altijd gratis. Dus zeker doen als je geen filmpje van mij wil missen. Adios mijn beauties en tot binnenkort!